Hallo, leuk dat je kijkt. Het is maandagochtend 15 augustus. De tijd vliegt. Ik heb vanochtend al de was opgeruimd. De broodbakmachine staat daar weer aan. Ik heb net de vlog geëdit van gisteren. Ik dacht dat ik iets meer beelden had dan ik had verwacht. Dus het viel een beetje tegen qua beeldmateriaal. Samantha gaat deze ochtend weg. Die is zo de tent aan het opruimen en weer allemaal op de motor bepakken en bezakken. Ik ga deze ochtend schoonmaken en we gaan zien wat de dag voor de rest brengt. Dus veel kijkplezier. Doei! Samantha is net vertrokken. Die gaat weer terug met de doorreis. En het is al best wel warm aan het horen buiten. En het is nu ook al best wel vrij laat weer. 10:30. Het was al sociaal om te beginnen met schoonmaken. Terwijl zij nog hier was. Ik heb besloten dat ik niet ga schoonmaken. Want het is nu al warm. Dus ik ga morgen de grote schoonmaak doen. Ik doe vandaag alleen alles een beetje aanvegen. Dus. We zijn aan het mukken. Een week komt er een winterlaag voorbij. Het waait hier anders nooit hoor, jongens. Yep. Bent. Tijd voor eitjes met spek, want Maria gaf ons eitjes en eitjes met twee dooiers, zulke grote eitjes. Eten, lekker. Zo, we doen vandaag lekker optimaal genieten van het zonnetje. Het schijnt goed, hè, Izzy? Kom je weer uit de zon, Izzy? Kom. Bakkie. Uit de zon. Kom. Bak eens. Izzy. Kom, uit de zon. Jij bent al uit de zon, nou. Izzy, kom. Izzy, oor kapot, hè? Zo, het is inmiddels al 7:50. En we hebben heerlijk genoten van de dag van vandaag. Lekker vanochtend gerummikupt samen. Daarna hebben we allebei wat gegeten vanmiddag op de lunch. Eitjes met spek. Want we hadden, ik weet niet of het had gezegd. Maria kwam met eieren aan. En het waren nogal grote eieren. En dus in één ei zat dan twee dooiers, was wel grappig. Daarna hebben we ook nog lekker gerummikupt. En daarna zijn we allebei lekker even gaan chillen. Ik in de zon op het lichtbed, lekker in de zon met een puzzelboekje erbij. Patrick gewoon lekker van de natuur aan het genieten. En daarna had hij nog het woordenboekje van Hongarije in zijn handen. En voor de rest... We hebben gewoon optimaal genoten, dus ik ben gewoon, ik heb niet veel gefilmd, want ja, we deden ook gewoon werkelijk waar bijna niks. En het is ook wel een keer fijn. We zijn er nou
we hebben nou besproken dat we eigenlijk deze vakantie, nu we hier zijn, eens een keer echt vakantie gaan houden. Want altijd als we hier waren, waren we volop en druk aan het werk. We hebben nooit echt, echt vakantie genomen hier bij ons huis. En we kunnen nu toch niet veel doen met deze temperaturen. En wat we willen doen, kan sowieso nu niet. Dus we hebben zoiets van, ja, we gaan lekker gewoon optimaal genieten van onze vakantie. We gaan er gewoon ja, lekker van genieten. Dat dus. Maar genoeg gekletst, ik ga nu onder de douche. Ik ga de zonnebrand gewoon afspoelen, want ik glim helemaal van de zonnebrand. Die ga ik afspoelen en dan is het straks nou weer tijd om te koken. Maar het is in ieder geval, was een lekkere middag en een lekkere ochtend zo. Lekker keuvelen. Zo, we hebben heerlijk gegeten. En dat was het eigenlijk. Ik heb net de afwas gedaan. Het staat achter mij gedrogen. En het is nu 9:50 en ik ga mijn bed in. En Patrick slaapt ook al. Dus ja, dat was het. Misschien niet zoveel lange vlog. Misschien wel. Moet ik nog even zien met het editen. Vond je het nou leuk? Doe alsjeblieft die duimpjes omhoog. En wat ik heel leuk vind, is als je nog niet geabonneerd bent, dat je je gratis abonneert hieronder. Gewoon op abonneren klikken. Gebeurt niks. Het is heel gratis. En als je het dan leuk vindt om een melding te krijgen als er een nieuwe vlog online staat, klik dan op het belletje. Nou, dat was het. En ik zie jullie snel. Joejoe!